Leden van de coöperatieve vereniging voor de ontwikkeling van de transport- en logistieksector in Suriname, VTLS, hebben vandaag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Het gaat om de groep ondernemers die tijdens de gewelddadige acties op 2 mei te Peking Saron enorme schade heeft geleden. Woordvoerder Suraj Sahadeolal merkt op dat de ondernemers die zijn gebundeld in de VTLS een krachtige uitspraak wilden maken, zodat de acties van 2 mei zich nooit meer herhalen. En organisaties hebben in deze altijd verzuim, want indien er keiharde wetgeving ontwikkeld was, dat was zich niet afgespeeld in Peking Saron, zou men dan nooit erover willen gaan nadenken om met zoiets te komen. En daarom, uit die ontevredenheid, hebben ondernemers, onder andere mijn persoon, benaderd om met een organisatie te komen. En we hebben de coöperatieve vereniging voor de ontwikkeling van de transport- en logistieksector in Suriname opgericht, afgekort VTLS. Het is onder leiding van mij, u weet, ik ben actief binnen openbaar vervoer, dat is personenvervoer. En hier gaat het om goederenvervoer. Ja, en de organisatie is opgericht. En wij hebben vandaag een statement gemaakt vanuit de transport- en logistieksector met betrekking tot de vernietigingen die zich heeft plaatsgevonden te Peking Saron. Want het kan niet zo zijn dat je een of andere dag gaat opstaan en je gaat zeggen van, hey, mogen we bron aan toe terug. Er moet wetgeving komen om ondernemers te beschermen en de veiligheid te garanderen, vinden de ondernemers. De gepleegde gewelddadige handelingen op 2 mei zijn maatschappelijk onverantwoord. De petitie werd in ontvangst genomen door assembleevoorzitter Marinus B. Er zijn verschillende belangen. Ja? En als we deze belangen op een weegschaal gooien, het resultaat zal moeten zijn rust, vrede en uiteindelijk dialoog. Maar niet dialoog omwille van dialoog. Dialoog om te komen tot een duurzame oplossing. Want wat zich heeft afgespeeld is iets wat we niet meer willen. We willen geen herhaling. Dus we gaan een oproep doen en een beroep doen op de regering om serieus hiernaar te kijken. B zegt dat de zaak uiteindelijk fundamenteel opgelost moet worden en riep partijen op om de rust te bewaren en ruimte te creëren voor de weg naar een duurzame oplossing. B gaf de verzekering de petitie vandaag nog te zullen bespreken met president Santokki.